Dat de OV-chipkaart nog niet altijd even handig is in het openbaar vervoer, dat is afgelopen tijd wel gebleken. Het opladen van de kaart zorgt bij veel studenten voor problemen en zowel bij de NS als bij verschillende busmaatschappijen kan nog steeds niet op schalde worden gereisd. Maar op plekken waar de OV-chipkaart niet hoort te werken, doet hij er opeens wel. Met de kaart wisten we verschillende ondergrondse afvalcontainers in Eindhoven te openen. En dat is raar, want normaal gesproken kunnen de afvalbakken alleen geopend worden met een stadspas. De pas is bovendien gebonden aan je postcode, waardoor je er alleen een afvalbak binnen je eigen postcodegebied mee kan openen. Hoe dit kan, weet de gemeente nog niet, maar er wordt naar gekeken.